YouTube toets, like deze video sneller dan dat ik 3 vingers opsteek voor een 10. Nice. Poppy Playtime. Een spel wat veel mensen kennen. Maar wat als ik je vertel dat er een geheim Poppy Playtime spel is? Een verwijderd Poppy Playtime spel. Een spel wat zo eng was dat ze het hebben verboden. Denk ik. Soort van. Deze video kan spannend zijn. Dus dit is een Poppy Playtime spel wat ze hebben verwijderd. Waardoor bijna niemand het ooit heeft gespeeld. Ik schrok letterlijk van de grabbag. Oké, dan ben ik er waarschijnlijk niet klaar voor als ik dat al eng vind. Dude, wacht. Dit ziet eruit als de Backrooms. Je weet wel, die creepypasta over een oneindige doolhof van kamers die op elkaar lijken. Maar er is niemand. Ik snap waarom ze het verwijderd hebben. Dit is toch saai in je eentje. Wat? Dat was Killy Willy. Killy Willy is eigenlijk de engere Huggy Wuggy. De duistere tweelingbroer. Zou jij dat spel durven spelen? Laat het in de comments weten. Poppy Playtime, chapter 3. En iemand zou geheime beelden hebben. Wacht, wat? Mommy Longlegs met de armen van experiment 1006? Oh, maar dat kan toch niet? Experiment 1006 is juist degene die haar meenam. Wacht, dit is heel verwarrend. Je kunt jezelf toch niet meenemen? Oh, wacht. Oh, ze komt dichterbij of niet? Ze staat stil. Wat gaat er gebeuren? Oh. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar volgens mij gaat dit niet goed aflopen. Ik heb er geen glazen bol voor nodig. Oh, dude. Weer de gele grabbag. Oh, nee. Iets wat mij steeds meer begint op te vallen, is dat een gele grabbag-hand, deze hand is niet geel, iedere keer voorkomt in filmpjes die zouden gaan over chapter 3. In het begin was het eerder paars, maar nu meer geel. Dus wat denk jij? Paars of geel? Welke kleur gaat de grabbag-hand zijn in chapter 3? En over de backrooms gesproken... Oh my gosh. Ik hoor letterlijk het... Oh, oké. Ik hoefde mijn zin niet eens af te maken. Ik hoorde het Huggy... Huggy liedje. En dat is Huggy Wuggy. En ik kan niet de enige zijn die Huggy Wuggy juist eng vindt wanneer die glimlacht. Meestal als mensen glimlachen ziet dat er vriendelijk uit. Oh. Maar bij Huggy is het echt zo... Ik ga je opeten. Wat zou Huggy Wuggy zijn favoriete saus zijn? Gaat het in de comments. Maar Huggy Wuggy is niet het enige wat blauw is in de backrooms. Sonic. Oh my gosh. Oké, gelukkig heeft Sonic niet door dat hij wordt gefilmd. Hij is gewoon aan het sporten. Oh, dude. Ik hoop maar niet dat je gezien wordt, hoor. Want dan heb je echt een probleem, volgens mij. Oeh, dat is creepy, dude. Oh, ik schrok me kapot. Oh, nee. Ja, wegrennen voor Sonic, dat gaat je niet lukken. Oh, snap. Dude. Oh. Dat is het enge aan de backrooms. Verhalen gaan dat elk karakter ter wereld erin verdwaald kan raken. Dus misschien zie je... een oma, Killy Willy of Sonic die aan het sporten is. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een beetje pech hebt. En in dat geval kom je een bijzonder iemand tegen in de backrooms. Oh! Sundrop, je weet wel. Oh my gosh! Ik vind het zo naar. Met dit soort video's kan ik beter gewoon mijn mond houden, want er gebeurt te veel om te praten. Oké, ren. Oké, hopelijk heb je geleerd van Sonic, want je gaat het nodig hebben. Hij is weg. Ik hoor hem wel, maar volgens mij is hij weg. Right? Hij is weg. Oeh, ik was even bang dat hij hem had gevonden. Gast, dat was creepy, man. Wat was hij daar aan het doen in zijn eentje? Met wie was hij aan het praten? Oh. Oh! Oh! Oh my pepperoni met kruidenkaas en groene basilicum. Basilicum? Dat is toch een soort van kruiden? Maar stel voor, Daisy was de bad girl in Poppy Playtime. Dan zou de achtervolging er zo uit hebben gezien. Dit is toch niet eng? Sorry dat ik het zeg, maar je kunt me niet vertellen dat een horror game waarbij er een bloem achter je aan zit eng is. Er zijn namelijk veel mensen die denken dat in chapter 3 Daisy de eindbaas is. Deze speler heeft iets heel bijzonders gevonden. In chapter 2. Het lijken wel een soort van bladeren en takken. Maar waar komt het vandaan? Het is letterlijk experiment 1006 zijn arm die Daisy meeneemt. Daisy zit toch helemaal niet in chapter 2? Zou dit een kleine clue kunnen zijn van wat we in chapter 3 gaan zien? Dit is 3. Een tijdje terug maakte ik een video van Poppy Playtime van klein naar groot. En dat gaan we nu weer checken. De Pet Rock is 10 centimeter. Sunny Buddy is 20 centimeter. En ik dacht altijd dat Sunny Buddy Daisy was, maar nu zien we dus dat het eigenlijk twee verschillende zijn.
Dat stemmetje van Daisy is zo schattig. Oké, dus Daisy is 30 centimeter. De Barrel O'Huggies zijn 37 centimeter. En dat is een soort van het verloren speelgoed. Het verrassingsei is 40 centimeter. Oké, dus de vorige keer toen we dit checkten, kregen we eigenlijk de verkeerde lengtes. Dat was een scheet. Nog één. Sir Poepsalat. Candy Cat. Nom, 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 nom. Ik... More candy! Hij wil meer snoep. Candy Cat is een halve meter lang. Miauw, 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 miauw. Dat is natuurlijk Cadby, 70 centimeter lang. Je opende mijn kooi. Ja, dat is Poppy. Bijna een meter. Oh, Kick Me Paul. Dat vind ik er zo droog uitzien en totaal niet passen bij Poppy Playtime. Boogiebot, 88 centimeter, nog geen meter. Wanna hear a dino joke? Oké, dus volgens dit filmpje is Bron 92 centimeter. Dat is nog geen meter lang. Owen de Oven is daarentegen 1,20 meter. Dus die zou groter zijn dan Bron. Wacht even, een oven die groter is dan een dino. De hand van experiment 1006 is 1,25 meter. Dude, dan wil ik niet weten hoe groot zijn lichaam is. Barry de Bak. Het is letterlijk een bak met al het kapotte speelgoed uit de Poppy Playtime fabriek. 1,5 meter lang. De speler is 1,60 meter. Maar wacht, Bron als monster is 1,70 meter. Terwijl de normale Bron 90 centimeter was of zo. Oké, dus wacht. Bron wordt groter wanneer hij een monster is. PJ is 1,75 meter. Baby Longlegs is 1 meter... Auw! Is 1,85 meter. Wat? De mini-huggies zijn 2 meter. De mini-huggies. Dat is niet mini. Oh nee. I know when your birthday is. Ik weet wanneer je jarig bent, zegt Panzo Barney. 2,5 meter lang is die. Doe, dat is een lang konijn. Kissy Missy, 5,1 meter. En dan... Give me a big Huggy Wuggy, 5,1 meter. Oké, dus Kissy Missy en Huggy Wuggy zijn even groot. Dat is iets wat ik volgens mij al wel wist. Ik dacht wel dat Huggy Wuggy net iets groter was. Mommy Longlegs is 6 meter. Dat moet de grootste zijn, toch? De vorige keer was dat volgens mij de grootste. Oh, ik hou echt niet van die lach. 6 meter. Dat is pittig lang. Dat zijn gewoon... Daddy Longlegs, 6,5 meter. Oké, dat moet de allergrootste zijn. Ik bedoel, ik wil niet geloven dat er iemand is die nog groter is dan... Experiment 1006. Alleen de lengte is nog niet bekend. Omdat niemand weet hoe hij eruit ziet. Maar iets wat we dus... wel weten, is dat de arm van experiment 1006, wat was het, 2 meter was of zo? Dus raad in de comments. Hoe lang is experiment 1006? Dus dat is de grootste van allemaal, right? Of is er nog iemand die groter is? Boogiebot, het monster Boogiebot, is 21 meter lang. Gast, dat is een wolkenkrabber. Tenminste, dat weet ik niet. Maar dat is pittig, pittig groot. Hadden jullie geweten dat Boogiebot de grootste is? Maar heb je het goed onthouden? Dat gaan we testen. Wie is er groter? Panzo Barney of Huggy Wuggy? Wie is er groter? Kissy Missy of Candy Cat? Wie is er groter? Boogiebot of Bron? Wie is er groter? Experiment 1006 of Mommy Longlegs? Abonneer voor meer en adios.